En de Stichting Scholingsinstituut voor de Vakbeweging in Suriname, CIVIS, heeft vanmorgen diplomas uitgereikt aan 24 geslaagden van de 55ste middenkaderopleiding. CIVIS is een werkarm van het ministerie van Arbeid en is op 21 mei 1969 opgericht. Het instituut verzorgt drie vaste vakbondsgerichte opleidingen, te weten basis, middenkader en hoger kader, die door de International Labour Organization, ILO, erkend worden. CIVIS-directeur Victor Jones heeft in zijn toespraak een oproep gedaan aan alle vakbonden die nog geen gebruik maken van de diensten van het CIVIS om dit alsnog te doen. Verder geeft Jones aan dat deze middenkaderopleiding afgesloten wordt binnen het jubileumjaar van het instituut. We sluiten vandaag de 55ste middenkaderafleiding af en het liefst in ons jubileumjaar. 50 jaar CIVIS, 55ste middenkaderopleiding. Dat leert ons dat wij gemiddeld één middenkaderopleiding de afgelopen 50 jaar hebben verzorgd. Voorwaar een geweldig resultaat. Indien wij uitgaan van 25 cursisten gemiddeld per opleiding, kunnen we geruststellen dat het CIVIS de afgelopen 50 jaar met trots rond 1400 kaders op middelbaar niveau heeft afgeleverd binnen onze samenleving. Jones richt ook een speciaal woord naar de geslaagden toe. Hij wijst hen erop dat wat zich ook mag voordoen in het vakbondsveld, hun taak als vakbondspersoon een zeer belangrijke is. U behoort nu tot de rij van de honderden die voor u zijn geweest. Wees u er bewust van dat hoe onstuimig het ook buiten mag lijken, hoe uitzichtloos zaken zich willen doen lijken, hoe onzeker het ook mag schijnen, uw taak als vakbondsman, als vakbondsvrouw zal altijd blijven bestaan en zal steeds een steeds belangrijke rol innemen. Ook al lijkt het er niet op. Wees dus standvastig, wees u dus alert, wees strijdvaardig en handel bovenal weloverwogen en tactvol. Victor Jones, directeur CIVIS, hij sprak vanmorgen tijdens de diploma-uitreiking van de 55ste middenkaderopleiding. De training is verzorgd door het ministerie van ATM en is gehouden in het CIVIS Educatief Centrum te Geiersvliet.